de bestaande bedrijfjes die bieden dan aan van ja, je bent meer een sprinter dan een duursporter. Ja. Dan denk je, haha, ja, alsof ja, we dat dan niet aan de buitenkant konden zien. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over je genprofiel laten testen. Zinvol of onzin? Sporttalent zit hem in de genen. Fabrikanten die genetische tests aanbieden, doen je daarom graag geloven dat als je weet welke genen je hebt, je daar slimmer mee kunt presteren. Maar werkt dit ook zo? En is het inderdaad zinvol om een genetest te doen? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is weer vrijdag, daar zijn we weer. Het is weer tijd voor een klassieker. Ik heb wel echt genoten van de aflevering vorige week met Michiel, hè? Ja. Ik merk mentaal loop ik toch echt anders door de regen. Zo heerlijk, hè? En dan dat stinkshirt aan. En ja. Zeker buiten die comfortzone. Weg van de airconditioning. Exact, ja. Exact. Maar deze week gaan we toch weer onze luisteraars en kijkers helpen om toch vooral geen onzinnige dingen te doen. En tegelijkertijd wel nieuwsgierig te zijn naar nieuwe trends en ontwikkelingen. Zo is het. En een van de nieuwe trends is dat je je genenprofiel tegenwoordig vrij goedkoop kan laten opstellen, zullen we zeggen. En daar kun je dan misschien wel allerlei conclusies aan verbinden. Dus we gaan op zoek naar het antwoord op die vraag. Moeten jij en ik als amateurs dat doen? Dus we gaan uitzoeken wat het is, wat er voor wetenschap achter steekt, wat topsporters doen. Dus we zullen deze aflevering ook wat langer zoomen met Vroemen. Leuk. En dan uiteindelijk ons verdict vellen. Moeten we wel of niet aan de genetest? Heb jij het al laten doen? Nee. Nee, op dit moment ik ben niet, ook niet heel benieuwd wat er uitkomt verder. Ja, dat is een spoiler. Wel, ja. Je weet al wat. Blauwe ogen en zwart haar of donkere haren, ja. Ja. Oké. Voordat we op die reis beginnen, toch nog even leuk om nog maar een keer te memoreren dat we onlangs wederom op nummer 1 stonden in de charts van de hardlooppodcast van Nederland. Dus welkom aan alle nieuwe luisteraars die dat wellicht heeft opgeleverd. Dit is de nummer 1 hardlooppodcast van Nederland op sommige dagen. Ja. En we doen het ook graag over wielrennen en triathlonnen en mountainbiken en zwemmen en fitness en voetballen en iedereen die iets heeft met sport en daarbij zijn grenzen wil verleggen. En over grenzen verleggen gesproken, dat zijn we in Nederland, maar ook in Vlaanderen. Ik had een leuke interactie op Instagram. Oké. Okay. @slimmerpodcast. Daar werd ik opeens, of werden we opeens getagd door Running Meetjesland. En dat bleek te zijn op een post van iemand die vroeg, ja, wat zijn jouw favoriete hardlooppodcasts? Nou, daar stond dan de Pacer. Ja. Nog even over de marathon, looppraat. De andere in de top 3 running podcasts in Nederland. En ook de @slimmer podcast werd getagd door Dirk van der Straten. Die zit achter dat account. Ik zei, nou, dankjewel, wat leuk. En toen schreef hij toch wel iets heel leuks. Hij zei, geen dank. Sinds ik naar jullie luister, tracht ik sceptischer te zijn voor diverse attributen, supplementen enzovoort. En als Belg, dat ik net dat tikkeltje beter presteer dankzij de Nederlanders, knipoog. Moet kunnen, hè? Dus dat is toch wel heel leuk. Zeker. En daar doen we het ook voor. Hè? Dat je niet die onnodige supplementen of gadgets. Geef geen geld uit aan dingen. Of besteed geen tijd aan dingen die onzin zijn. Nou, laten we maar eens bij het begin beginnen. Gentesten. Waarom moeten we het daarover hebben vandaag? Gentesten. We hebben ook een trouwe luisteraar. Ook uit Vlaanderen. Pieter Pauw. Die heeft mij al een tijdje geleden hierop de suggestie gedaan van, nou, ik ben benieuwd hoe dat zit.
En in het kort had hij, ja, volgens mij hij werkt een beetje in de business van voedingssupplementen of voedingsartikelen. Ja. Voor sporters. Ja. En dat hij tegenwoordig wat af en toe sporters langs ziet komen die hun genprofiel aan hem laten zien. Ah. En dan zeggen, dit is mijn genprofiel. Wat heb ik nodig? Ja. En dat hij zoiets kijkt van, maar al die genprofielen lijken nogal op elkaar. Dus hij denkt, waar zit het onderscheid in? En daar specifiek verwijst naar het 4Gold heet het. Ja. Bedrijfje van waar Mathieu van der Poel toch wel het uithangbord is of oprichter van. Piet de Pauw schrijft ook in zijn bericht wat nu gehyped wordt door Mathieu van der Poel. En hypes, daar zijn wij natuurlijk helemaal allergisch voor. Het past ergens ook niet bij Mathieu toen ik het. Dit is al een jaar, anderhalf jaar geleden. Wat doet 4Gold? Ik zie voedingssupplementen staan en ik zie ook in het menu DNA-analyse. Ja, dat is eigenlijk de twee dingen die ze aanbieden. Zij suggereren doen vermoeden dat je door jouw genenprofiel te laten testen, jou beter kan afstemmen welke supplementen bij jou het meeste zin hebben en of ze specifieke herstel. Wat bedoel je met supplementen? Ja, supplementen meestal als aanvullingen op. Nou, dus de mineralen. Maar ik zie hier en ik heb niet de hele website, maar bovenaan staat dan de Carbo Electro, oftewel gewoon sportdrank. Recovery, heb je eigenlijk misschien wel niet nodig, in ieder geval niet als amateur. En gelletjes. Kijk, supplementen is dat nou in de serie vitamine, mineralen. Ja, dit zit hem ook gewoon in de gewone sportdranken zoals die verkocht worden en die bij hun dan worden afgestemd op jouw genprofiel. Ja. Ja, spannend. We hebben het nog niet uitgeprobeerd. Mocht een luisteraar dat wel hebben gedaan, @slimmerpodcast. Ja. Twitter en Instagram horen we graag jouw ervaring. Laten we dan toch maar even uitrafelen. Hoe werkt zo'n genentest of een gentest? Ja, wat doe ik dan? We kunnen tegenwoordig je gen kan je redelijk makkelijk, simpel ontleden of in ieder geval op laten stellen. Mm-hmm. En dan krijg je dus een hele rits aan. Ik heb wel eens begrepen, je moet een sampletje wangslijm in een buisje en dat dan opsturen naar een lab. Volgens mij was beetje zoals we allemaal het afgelopen jaar met corona hebben gedaan bij zo'n. Zij werken samen met 23andMe, dat zijn een van de grondleggers hiervan. En die beloven dan van alles dat je in ieder geval je deels je afkomst achterkomt, maar ook je mogelijke risico op bepaalde ziektes, hoge bloeddruk. Diabetes in de toekomst. En daar als uitvloedsel daaruit is gekomen, we kunnen profielen opstellen of jij meer geschikt bent om te sprinten of om duur te sporten of je een verhoogd blessurerisico hebt. Nou, en kun je dat zien aan je genen? Nou ja, zo wordt dat natuurlijk neergezet. En uiteindelijk, dat is een goed punt wat jij je oproept. Want het enige waar ik meteen aan moest denken toen we het hierover gingen hebben, dit onderwerp werd ook mede gesuggereerd door Guido, dus we halen hem er zo snel bij, is dat ik meteen dacht, in onze aflevering over de enige doping die werkt, namelijk cafeïne kwam naar voren dat cafeïne wel degelijk een pepmiddel is wat werkt, maar niet voor iedereen, dat je namelijk genetische aanleg moet hebben, dat het voor jou wat doet en dat er ook mensen rondlopen die dat gen missen. Klopt. Of een ander gen hebben, waardoor cafeïne voor hun niks doet. Ja, dus zou dat voor meer voedingsstoffen zo gelden? Nou, dat denk ik in het geval van die Nutrigenomics wat 4Gold doen. Ik denk dat ze daarop mikken een beetje van. Maar dan weten we dat? Want van cafeïne weten we het. Weten we het of het voor andere stoffen zo is? Zeker, maar als ik zie op hun site, dan kijken ze bijvoorbeeld ook naar lactose-intolerantie. Oh ja. En naar glutenintolerantie zit wellicht. En zitten gewoon in de allergieënhoek. En of jij gevoelige darmen hebt, et cetera. En dan denk ik, tuurlijk, dat zit ook in de genen. En, weten we, van Tom Dumoulin kan invloed hebben op je sportprestatie. Zeker, ja. Alleen, dan komt het weer. Heb je dat nodig om bevestigd te zien in een genenprofiel waar je volgens mij €300 voor dokt bij hun? Dan of weet jij gewoon op een gegeven moment al redelijk snel, ik kan niet goed tegen melkproducten, want ik mis het enzym lactase. Of hetzelfde met gluten. Dus dat is ook een beetje. Als je ergens allergisch voor bent, dan weet je dat waarschijnlijk al wel. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk ook veel topsporters in de dop. Jonge mensen die dat misschien voor het eerst hun lichaam flink onder stress zetten of flink belasten. En ja, maar het is toch nog niet zo in de gezondheidszorg normaal dat de eerste de hielprik van een baby. Ja. Daar wordt natuurlijk wel gecheckt of je essentiële enzymen wel of niet aanmaakt. Maar er wordt niet dan een heel genprofiel opgesteld met het idee dus.
Dat zit hem ook in het feit van, ben jij meer sprinter of duursporter? Ja, wij weten dat denk ik wel van elkaar inmiddels. Ja. Hè? Toch ja. Een beetje hoe we zijn ja, opgebouwd. Er komt ook wel door andere testen naar boven. Ja. En maar nogmaals, is hij dan niet vooral wat voor talent scouting, ja. Talentontwikkeling? Ja, nou, zo willen ze het ook wel brengen. Dat mensen, ja, maar dan kom je al echt op een glad ijs, bevind je. Want wie gaat dit dan doen? Zijn dat ouders die hun kinderen al ja, eigenlijk de juiste keuze willen laten maken en denken, hey, ik wil een... Ja, mijn kind is talentvol, daar gaan ze al van uit. Ja. Maar ik wil niet dat hij jaren verkwanselt doordat hij de verkeerde sporten doet. Dus er zijn vanuit de wetenschap in ieder geval... En dan moeten wij alweer even de wetenschap van aflevering 3 erbij halen, waarin we al leerden dat je jongeren niet te vroeg moet laten specialiseren, want dan worden ze helemaal niet zo goed supertalent van juist veel verschillende sporten. Plezier staat daarbij ook nog voorop. Laat ze vooral verschillende dingen ontdekken. Dus er is ook een statement vanuit wat van die beroepsverenigingen voor sportwetenschappers die zeggen, voor kinderen niet aanbieden dit. Deze niet geen doen. Test? Nee. Absoluut, dat is eigenlijk... En welke club is dit? Ja, de Amerikaanse club voor sportwetenschappers bijvoorbeeld. Aha, dus en coaches. Een soort ethische commissie eigenlijk. Die zeggen, dit moeten we niet willen. En dat heeft deels te maken met ethisch inderdaad, van dit doe je niet. Je gaat niet als, ja, je kind moet gewoon lekker vrij opgroeien en in aanraking komen met sporten die hij wil doen. Ja. En daaraan ten grondslag ligt ook het feit van, ja, wat is het bewijs inmiddels dat die gentesten waterdicht zijn wat betreft hun voorspelbaarheid of iemand een topsprinter of een goede voetballer wordt. Ja, nou, de vraag opwerpen is een beantwoord. Ja. Ik vermoed dat je daar een studie van hebt gevonden. Zeker. Wat ze inmiddels weten, en dat is door puur het vergelijken van groepen die wel sprinten, die niet sprinten, groepen topsporters, gewone mensen, dan komen ze achter dat er een behoorlijk aantal genen verschillen dan net in die lettervolgorde. Maar dan praat je al snel over richting 50 à 100 genen die betrokken zijn bij de aanpassing aan duurtraining bijvoorbeeld. Mm-hmm. En de aanpassing aan sprinttraining. Dus het is al niet zo dat je kunt zeggen, dit is één gen hier verantwoordelijk voor. Het zijn meerdere genen waarvan ze dan zien, er zit een subtiele letterwijziging. En een subtiele letterwijziging geeft net een even ander recept. Een ander eiwit uiteindelijk. Mm-hmm. En dat andere eiwit, dus je kan je voorstellen, we hadden het al over de cafeïne. Dat ging specifiek om het enzym om het af te breken. Nou, er is bijvoorbeeld het gen ACTN3, actinine 3. Dat wordt specifiek gevonden in explosieve spiervezels. Mm-hmm. In die dus goede, krachtige sprintvezels. Ja. Ja, dus daar hebben we het ook over gehad. Die witte spiervezels. Wat het precies doet, weten we niet. Maar aflevering 15, zeg ik dan gauw. Ja. Oké, en dan zeggen ze, je hebt daar eigenlijk drie varianten. Of je hebt de goede variant, dan maak je het actinine echt volledig aan. En dan heb je middelmaat variant, die heeft een beetje een dominant en een recessief stukje gen, zullen we maar zeggen. En eentje die maakt het eiwit aan, maar dan eigenlijk in een soort verzwakte vorm of misschien zelfs amper aanwezig. Hmm. Alleen, blijkt dan nog steeds dat ze zeggen, en meer sprinters hebben dan twee, die maken dat aan eigenlijk, de eerste variant. Alleen je hebt nog steeds mensen ook die helemaal niet goed zijn in sprinten en die maken het ook aan. Mm. En je hebt ook nog sprinters die waarvan ze zeggen, maar die maken die intermediate variant aan. Dus het is allemaal niet één op één. Het is niet zo monocausaal als we dan zeggen. Hè? Ik zie iets of ik zie iets niet en dus komt er dit uit. Ja. Het lichaam is natuurlijk enorm complex. En ze hebben wel eens, als je praat bijvoorbeeld over de ooit gevonden van... Hebben we het ook over gehad over aanpassen aan training. Mm-hmm. Met die low responders, misschien non-responders en high responders. Een enorme variatie in de respons. En dan hebben ze met familieleden en tweelingen gekeken. Hoe zit dat met dat aanpassingsvermogen aan training? Qua toename VO2 max. En het was duidelijk van, het zat ongeveer 50-60% zit in de genen. Of je wel of niet aanpast. Of je VO2 max echt omhoog gaat met zo'n trainingsprogramma. En toen keken ze naar het aantal genen wat daarbij betrokken was. Ging ook om en bij de 25. En toen hebben ze zitten berekenen hoe groot is de kans dat er één persoon op aarde leeft die al die 25 genen dan de meest gunstige variant heeft.
Ja, dan praat je over 0,0000001%. Om daarmee aan te geven, ook dus alle mensen die zich goed aanpassen, die hebben van die 25 genen, ja, ook maar de helft waarschijnlijk die echt gunstig lijkt. Dus daar zit het een beetje. En als zij dan nu zeggen, ze zullen ze ook dan meet ze vaak van een x-aantal genen betrokken bij uithoudingsvermogen, betrokken bij aanpassen aan sprinttraining. En daar komen wel studies uit van dat ze laten zien, hey, we hebben een groep voetballers hebben ze bekeken. Eerst van, wat is je genprofiel qua aanpassen aan sprinttraining. Mm-hmm. En dan uiteindelijk ook dat sprintprogramma aangeboden. En na afloop hebben ze ook zo'n shuttle run-achtige test gedaan. En dan zie je eigenlijk gemiddeld genomen dat het redelijk te voorspellen is. Van dat inderdaad degene met de meest gunstige sprintgenvarianten, die doen het beste, die gaan het meeste vooruit. Maar normaal, binnen zo'n groep zit er altijd een paar die eigenlijk toch veel minder vooruit gaan. En die niet afwijkend zijn van de groep waarvan je zou verwachten dat die nog vooruit gaan. Dus, en dat is ook nog recent herhaald. Dus de meest recente studie hebben ze echt vijf top Britse paar Olympische sporters bekeken. 100 meter, 400 meter, marathonloper. Ook weer zo'n genprofiel bekeken. En dan de meest, eigenlijk geschat of aan de hand van wat bekend is van dit profiel moet je hebben voor sprinter, dit profiel moet je hebben voor een dure atleet. Ja, en dan checken of dat klopt bij deze vijf. En hebben ze met 500 andere mensen, controle mensen vergeleken. En daar komt eigenlijk hetzelfde op neer van gemiddeld genomen lijken ze iets onderscheidend te zijn van die grote groep van 500. Maar nog steeds waren er bijvoorbeeld, als je keek puur naar het sprintvermogen, waren er 68 in die groep van die 500 die qua genen een gunstiger pakket hadden dan degene die het echt gehaald hadden. Maar heb je dan niet te maken met het verschil tussen nature en nurture? Zouden die 68, als ze zich wel hadden ontwikkeld, misschien wel betere sprinters kunnen zijn? Dus dat weten we natuurlijk niet. Dat is een goed punt. Dus de genen zeggen maar 50-60%. Dan hebben ze het een beetje afhankelijk van waar je nou precies kijkt. Die andere helft, die moet gevoed worden inderdaad. Ja. Door je omgeving, door je ouders, door de mogelijkheden van de sportclub. Voordat we Guido erbij halen. Stel, ik laat zo'n genetest doen en we komen er steeds meer achter welke genen voor wat verantwoordelijk zijn. Welke beslissingen ga ik daarmee maken? Ik bedoel, bij topsport kan ik het nog een heel klein beetje zeggen, maar dan komen we al meteen op ethisch glad ijs bij jeugdontwikkeling. Jij en ik als amateur, maar zelfs als fanatieke sporter. Wat voor een keuzes ga ik maken? Nou, blijkbaar dus bij Van der Poel en zijn bedrijf welke sportvoeding ik ga eten. Ja. Nog andere dingen? Ja, ik denk bij trainingsvormen meer. Of blessurerisico, als er dan inderdaad ook een profiel is. Dat je weet, ik ben verhoogd. Ik heb verhoogd risico op blessures. Raar, want een blessure, daar kom je ook zelf wel achter. Ja, en een blessure is toch juist het gevolg van een bepaalde belasting? Ja. Is toch niet genetisch voorspelbaar? Nou, het is toch allebei. Ik bedoel, ook daar zit gewoon een stukje bij. Van de ene kan met dezelfde trainingsomvang, trainingsintensiteit, raakt hij niet geblesseerd. En een ander wel. Hmm. En dat wat voor soort blessures zou je op die manier kunnen voorspellen? Ja, voetballers vaak die hamstrings bijvoorbeeld. Okay. Dat is de meest. Dan kun je in de genenprofiel zien dat jouw hamstrings kwetsbaarder zijn. Ik weet, ze zijn er ontzettend mee bezig bij het voetballen, want dat gebeurt veel te vaak. Daarvoor hebben ze ook altijd die hesjes om. Ja. Om te kijken van hoeveel kilometer lopen ze nou, hoeveel sprintjes daarvan, et cetera. Om daar een beetje, met AI kan je tegenwoordig ook heel veel grip op te krijgen. Wanneer kunstmatige intelligentie bedoel je dan? Wanneer is het punt daar dat je van die voetballer kan verwachten, binnen nu en 3 minuten, dan gaat het erin schieten. Ja, en dan moet hij van tevoren gewisseld worden of niet opgesteld of noem maar op. Ja, welke genen? Ja, ze zullen best. Kijk, dat is het ook het lastige. Een gen is niks anders dan een recept voor een eiwit. Ja. En als je dan voor sommige eiwitten is het duidelijk wat ze doen. Ja. Kijk, een spiereiwit, dan weet je al als die actine, myosine dingen zijn. Ja. Maar bij heel veel van die eiwitten heb je geen flauw benul. Wat heeft dit met de sportprestatie te maken? Hoe beïnvloedt dit nou eigenlijk mijn VO2 max? Dus dat maakt het inderdaad ook al van, wat doet dat gen überhaupt in real life? En wat doet dat op een sportprestatie? Dus
Daar ben ik ook met je eens. Dat zijn allemaal vragen die dit oproepen. Dus ik ben heel benieuwd wat onze sportarts... En topcoach Guido Vroemen hiervan vindt. We gaan hem erbij halen. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Ja, Guido, goedemorgen. Hey, Guido. Hey, goedemorgen. Goed dat je er weer bent deze ochtend. We hebben namelijk een onderwerp bij de kop wat mede door jou ingegeven is in onze Slimmer Presteren podcast WhatsApp groep. Zei je, moeten we het niet eens over de gentesten hebben? We hebben een hele korte introductie achter de rug over wat het is, hoe het werkt en waar we wetenschappelijk ongeveer staan. Maar ja, we moeten het maar snel praktisch maken, want daar komen wij niet uit. Dus beginnen bij het begin. Guido, waarom heeft dit jouw interesse? Ja, dat weet Jurgen natuurlijk maar al te goed. Want daar liggen zeg maar onze studieroutes. Ja, ja. We zijn natuurlijk begonnen als jonge onderzoekers. En bij medische biologie is onder andere genetica een belangrijk vak. En daar hebben we ook geleerd om DNA te knippen en te plakken. Dus dat is eigenlijk altijd wel, dat hebben we geleerd. En dat is natuurlijk veel verder doorontwikkeld. De methodes zijn niet heel extreem veel anders. Dat klopt nog wel allemaal. Alleen ja, nu kunnen we veel meer doen en dat gaat allemaal veel sneller. Dus... dan is het komt prestatie en gezondheid ook op het programma. Want daar zitten ook dingen van vastgelegd in je DNA. Ja. Dus dat is mooi om dat te weten. Ja. Ja, want dat is eigenlijk precies het punt waar wij waren. We hebben even kort naar de website van 4Gold en de vrienden van Mathieu en Mathieu zelf gekeken. We hebben even verkend wat zij daar doen, hoe zo'n testje werkt en wat wetenschap. Maar nou liepen wij eigenlijk vrij snel vast bij de vraag, ja, dan heb je dat geneprofiel en dan? Dus neem ons eens mee. Waarom wil jij of als topcoach of als sportarts het graag weten en welke keuzes maak je daarmee? Ja, nou ja, dan... sommige sporters die zitten in een bepaalde sport en daar heb je bepaalde zaken voor nodig, talenten, mm-hmm. Waar je goed in moet zijn en uit moet blinken. En als je daar in jouw genetische profiel ook zaken hebt zitten die daar voordelig voor zijn, dat je explosiviteit, snelle spiervezels, waarbij als je een explosieve sport doet, dan weet je, dat is al een gunstige factor, want als ik dat niet zo heb, dan wil dat niet zeggen dat je dan daar niet geschikt voor bent. Maar misschien zijn dan andere trainingen beter voor jou dan hele explosieve trainingen, waar je eigenlijk minder geschikt voor bent, omdat je minder snelle spiervezels hebt, als voorbeeld. Mm-hmm. Datzelfde kun je ook zeg maar met zuurstofopname. Daar heb je ook bepaalde andere genen weer die ervoor zorgen dat de zuurstofopname hoog is. Daar heeft de ene meer van dan de andere. En daar kun je met je trainingen natuurlijk op inspelen. Als je iemand beter wil maken, dan moet je bepaalde trainingen doen. En de ene reageert daar meer op dan de ander, dat weten we. Ja. Maar ja, waarom is dat? Dat weten we niet. Dus met een bepaald profiel kun je dus waarschijnlijk, als je dat weet, dan denk ik, misschien is het helemaal niet zo slim dat we heel veel explosieve trainingen doen. Want dan ben je altijd 3 dagen van stuk. En eigenlijk zien we in jouw profiel dat jij eigenlijk daar ook niet heel erg goed, niet helemaal voor gemaakt bent. Misschien moeten we die wat minder doen en wat meer gaan focussen op vergelijkbare trainingen, maar dan iets minder zwaar en niet zo vaak in de week, zodat je herstel weer beter wordt. Ja, dus jij zoekt het eigenlijk in een soort bevestiging en waar je nu soms het vermoeden al hebt van, iemand reageert anders op training en je krijgt daar moeilijk de vinger achter, dat je soms een soort bevestiging zoekt dat je inderdaad dat ook in het genprofiel zou terugvinden en daardoor de volgende keer echt weet, nu moet ik mijn trainingsaanpak echt aanpassen en passende bij dit profiel eigenlijk. Dat is voor jou, want nu ben je te vaak nog aan het wikken en wegen en aan het gissen een beetje wat er aan de hand is. Ja, dat klopt. Het is ook, kijk, je probeert
Je hebt, ik heb natuurlijk voor bepaalde sporten, dan moet je een explosiviteit hebben of je moet VO2 max trainingen doen. En die laat je uitvoeren. En bij de ene, die kan dat, bij wijze van spreken, de dag na 24 uur, kan die dat weer. Mm-hmm. Terwijl je een andere, die dezelfde sport doet en daar ook goed in wil worden, 2 dagen nodig heeft voordat hij eigenlijk wel weer zo'n type training zou kunnen doen. Ja. En dan zou uit het genetisch profiel kunnen blijken dat die ene misschien minder geschikt is daarvoor. Dus dan moet je ook daar meer rekening mee houden. Dus andere trainingen tussendoor zetten en meer pauze daarvoor geven. Ja. Zou kunnen blijken. Nou ja, ik wou zeggen, want Jurgen zit natuurlijk graag in onze driehoek vanuit de sceptische hoek. En die zegt dan tegen mij, dat weet je waarschijnlijk al lang, toch? Als jij sporter bent, dan weet je dat. Nou ja, dat voel je natuurlijk wel. Je hebt natuurlijk wel al een bepaald gevoel. Dan denk je, waarom lukt het niet om die trainingen toch vaker achter elkaar te doen? Want dat hebben we nodig om bijvoorbeeld naar de top te komen, of veel beter te worden. En toch komt dat niet goed eruit. Nou, dan is dat een soort bevestiging van dat je dat goed had en dat je dat daar dus meer ruimte moet geven en een andere inrichting van de training moet doen. Wat de voordeel daarbij is natuurlijk als je dat vaker gedaan hebt, dan denk je als je dan iemand krijgt die nieuw is, waarbij je dat misschien nog allemaal moet uitvinden en je doet dan bijvoorbeeld zo'n genetische profieltest en die profiel komt er weer uit, dan denk je maar wacht even, dat heb ik bij die andere ook gehad. Zo'n type. En die heb ik geprobeerd met intensief hard trainen, snel achter elkaar dat voor elkaar te krijgen. Lukte niet, moest rustiger. Maar deze hoef ik dat dus niet te gaan proberen, want dat gaat ook niet lukken. Ja. Dat is dan een efficiëntieslag. Ja, dat zie ik wel voor me. Ja. Even naar de dagelijkse praktijk. Waar staan we? Want we hebben het veel over wat er theoretisch kan en mogelijk gaat worden. Heb jij ze al liggen in je praktijk? Doe jij een gentest als ik nu me aanmeld bij jou als atleet? Nee, dat nog niet. Maar ik heb nu wel de test van mezelf. Die is onderweg naar mij toe. Ik krijg een hele kit toegestuurd van een bedrijf. En dan krijg ik eigenlijk een totale genetische check van niet alleen maar prestatie, sportprestatie, maar ook gezondheid en infectieparameters. Echt een heel groot scala van allerlei genen die dan bepaald worden en waar je wel en geen aanleg voor hebt. Dus dat is eigenlijk mijn eerste stap altijd. Als ik iets wil gaan doen, dan moet ik het, dan test ik het zelf uit. Ja. Ik wil wel weten, veel van die zaken zal ik voor mezelf eigenlijk wel weten. Ja, dus we spreken jou eigenlijk net een paar weken te vroeg over dit onderwerp. Want je komt er niet binnen. Je moet wel terugkomen. Er komt een deel 2 dan over een paar weken. Ja. Ik denk dat zinvol is. Ben jij, want er zijn heel veel van dit soort bedrijfjes. Zie jij ook nog dat daar ook verschillen echt in zitten in kwaliteit en aanbod? Ja, ik denk het wel. Waar moeten we op letten? Ik denk dat je, wat ik tenminste tegen ben gekomen, is dat er, met name op de sportmarkt, is het vaak snel scoren. Dan hebben ze eigenlijk al een selectie gemaakt van genen waarvan zij denken, dit is belangrijk. Mm-hmm. ACTN3, dat is actinine type 3. Hebben we net gehoord. Ja. Die komt er altijd in voor, want dat is het snelle. Hè? Die snelle spiervezeltype, die moet je hebben. Ja. Dus zij maken een keuze van een bepaalde set genen. Die bepalen ze voor je. En dat is het. Wie weet is dat helemaal niet allemaal zinvol voor jou. En is er gewoon een heel ander pakket. Het is natuurlijk niet alleen maar sportprestatie. En het is ook niet gezegd dat dat echt de prestatie alleen maar bepaalt. Hè? Er zitten ook gezondheidsfactoren, opname van bepaalde voedingsmiddelen, noem het maar op. Je hebt heel veel verschillende factoren die je kunt bepalen. En nu heb ik een bedrijf, dat is dan echt ook zo uitgebreid. Dan moet ik zelf nog wel even een paar dagen of weken gaan studeren van Laten we onze luisteraars nog even eraan herinneren. Je bent ook arts, dus je weet waar je naar kijkt. Ja, het klopt. En ik ben ook medisch bioloog, onderzoeker. Dus ik wil ook graag weten wat het allemaal betekent. En niet gewoon maar iets insturen en dan denk ik, ik krijg iets goed. En er staan een paar rode vakjes, een paar gele vakjes, een paar groene vakjes. Ja. Simpel. Nee, maar zo kijk ik er niet naar. Ik wil het gewoon zelf begrijpen en ook beredeneren van, wat heb ik er dan aan? Ja, precies. Wij hadden het erover van dat nu een beetje de
de bestaande bedrijfjes die bieden dan aan van ja, je bent meer een sprinter dan een duursporter. Ja. Dan denk je, haha, ja, alsof we dat dan niet aan de buitenkant konden zien. Maar jij wil er echt induiken en dan voor bepaalde genen echt kunnen zien van of die een verschil maken en Ja, het is eigenlijk meer dat je dan een totaalpakket. Weet je, met een auto kijk je ook alles door van waar zitten zwakke plekken, et cetera. Bij een gentest wil je dus eigenlijk wel bepaalde sterke en minder sterke factoren eruit halen. Zowel op prestatiegebied als ook op gezondheidsgebied en voedingsgebied. Zodat je denkt, nou weet je, dan kunnen we bepaalde dingen die we eigenlijk wel redelijk weten nog wat verder fine-tunen. Ik slik vitamine D, maar ja, is dat wel nodig? Maar misschien heb ik helemaal niet zo'n hoog verbruik daarvan. Ja. En blijft dat altijd wel goed op peil, omdat ik bepaalde factoren daar toch wel goed van heb. Nou, over die voeding ben ik nog even benieuwd. Wij raakten net al even, we weten het cafeïnegen, hè? Of je cafeïne werkt of niet. We hadden het net over, je komt natuurlijk snel allerlei dingen te weten over allergieën. Is er nog in dat voedingsdomein een specifieke genetische test of check die interessant is, waardoor je iets wel of niet gaat eten? Nou, je noemt vitamine D nu, hebben we ook een aflevering over gemaakt. Ja, vitamine D kan zijn. IJzermetabolisme is denk ik een hele belangrijke die... Ja. Eruit kan komen. Vetmetabolisme kan er. Eiwitmetabolisme, koolhydraatmetabolisme. Die zaken zijn eigenlijk wel redelijk essentieel. Hè? En als jij dit zegt, Guido, wat er dan uitkomt, is dat die test mij vertelt of ik daar een hoog of een laag metabolisme in heb of zo. Of dat ik dat. Wat vertelt de test mij? Ja, zoiets. Weet je, dat, kun je makkelijk bepaalde koolhydraten verwerken. Heb je veel eiwitten nodig of niet? Hmm. Met vetmetabolisme eigenlijk een soort gelijk. Ja. Nu heb je heel veel verschillende typen low carb, high fat diëten en zo. Maar is dat voor iedereen geschikt? Ja, de ene is er helemaal geweldig en die voelt zich daar top bij, terwijl iemand anders dat niet heeft. Hmm. En ja, dat zal niet een toeval zijn, omdat iemand dat niet lekker vindt of zo. Nee. Maar er zal ook wel iets zijn op zijn genetische aanleg, van dat kan ik gewoon minder goed verwerken. Ja. En daar kan ik niet zo goed tegen. Fructose kunnen ook sommige mensen zeggen dan niet goed tegen. Dat, heb je een bepaald enzym gewoon minder sterk ontwikkeld. En dat is wel handig om te weten als je dan nu specifiek fructose noemt in je sportdrank en je sportvoedingsplan mix. Je wordt toe naar gepersonaliseerde voedingsplan op die manier. Ja. En nu lukt dat onvoldoende omdat je dat niet op kunt pikken uit het bloed, zeg maar. Je gaat geen spierbiopte nemen om enzymen te meten in die spieren of in de lever. Dus dan zou je aan de hand van het genprofiel daar zicht op hebben. Ja, kijk, dat is een eenmalige... Dit is vrij simpel. Je doet met speeksels een swab door je mond. En dat stuur je op. En dat genprofiel zal niet volgende week anders zijn. Ja. Okay. Maar wat wel belangrijk altijd hierbij te zeggen is... Je krijgt dan wel een bepaald profiel. Maar wat je ermee doet... hoe ga je ermee om... Dat is eigenlijk net zo belangrijk. Hè? Ja. Je kunt wel ergens heel erg geschikt voor zijn als je er geen ruk aan doet qua training. Hè? Dus de luie talenten, die komen er ook niet. Nee. Dat is het nurture stuk waar we het ook al over hadden. Maar weet je, het helpt me wel door bepaalde misschien bepaalde strategieën wegen in te gaan. Van ja, we moeten toch iets minder exclusiviteit, iets meer duur, intensief duur, die kant op. Want daar ben je gewoon meer geschikt voor. En dat, uiteraard weet ik dat al redelijk. Uit, bepaalde vermogens die iemand rijdt. Als hij 10 seconden niet zo heel hoog scoort, maar 2 minuten juist weer wel. Ja, dan weet ik dat hij niet zo super explosief is. Maar anaerobe capaciteit heeft hij wel. Ja. Hoe doen andere, of andere coaches of bijvoorbeeld wielerteams, voetbalclubs, noem maar op. Zijn die hier al echt mee bezig? We horen altijd China en Oezbekistan, waar het al lang gebeurt. Maar hoe zit het in Nederland? Ja, niet dat ik weet. Weet je. Het is nog redelijk onbekend. En ik denk ook niet... Het is niet de holy grail. Hè? Hmm. Ik zou ook niet ervoor gaan pleiten dat ik denk... Weet je, we gaan alle jeugd talentjes scouten. En dan gaan we echt een gen testen. Allemaal eruit halen. Kijken of het wel echt goede zijn. Nee. Want het is wat ik ook zei. Je moet wel alle skills nog ontwikkelen.
Ja. En daar is natuurlijk heel veel van afhankelijk. Bovendien hoorden wij net, Guido, in deze aflevering dat dit ook tegen de richtlijn of de uitspraak van de internationale of de Amerikaanse Bond van Sportwetenschappers is. Die zeggen vanuit ethische afweging, dit moeten we niet willen. Nee. Dat zeker niet voor jonge talenten te ontwikkelen. Nee. Je denkt, het zijn geen machines. Nee. Ik zit dan wel even de slag te maken naar de amateurs. Jurgen en ik, zoals wij hier op de bank zitten. Moet ik ook een swappie opsturen? En zo ja, waarom dan? Als je heel nieuwsgierig bent en je wilt alles weten van je lichaam. En je bent ook zo met je prestatie bezig. Maar dan denk je, moet ik nou wel of niet dit eten? Heb ik wat extra dingen nodig? Moet ik die training wel doen of niet doen? Hoeveel rust heb ik er nou tussendoor nodig? Wat kan ik eigenlijk allemaal aan? Ja, weet je, hoe meer vragen je hebt, hoe meer je eigenlijk. Maar Guido, deze laatste vier vragen zijn toch gewoon de vragen die je gaat beantwoorden als ik me inschrijf bij een coach zoals jij. Ja. Ik bedoel, daar hoef ik toch geen genie. Ja, dan doe ik het. Dat klopt. En ik ben ook niet zozeer dat ik denk, in mijn praktijk, dat ik nu ga zeggen, ik ga iedereen die bij mij nu komt, gaan we ook verplicht dit doen. Nee, hè? Ik zou het eerder zo zeggen van, als het mij bevalt, hè, weet je, er komen waardevolle dingen uit en ik denk, hier kan ik iets mee. Dan zou je het eventueel zeg maar kunnen aanbieden van, kijk, dit is iets wat je kunt doen. Hè, daar kun je bepaalde zaken mee te weten komen. En met die zaken kan ik dan weer verder om nog verder jouw prestatie te optimaliseren. Ja. Maar dat is alleen maar als je dat zelf denkt van, het is duur, hè? Het kost veel knaken, dit. Ja, daarom. Nee, maar dan zit je dus volgens mij dan echt op de top van de piramide, zullen we maar zeggen, hè? De marginal gains. Ja. Als we al die andere basiswetenschap en kennis al hebben toegepast en al die uren al trainen en dan weer eens een plateau of een plafond bereiken. Ja, dat zou eigenlijk aanleiding zijn om eens te kijken, kunnen we nog wat dieper graven in hoe we in elkaar steken, of niet? Kijk, en je hebt natuurlijk ook, ik begin normaal gesproken met, als ik met mensen begin, heb ik ook een sportmedisch onderzoek. Ja. En daar bepaal ik ook een aantal zaken van gezondheid bij. Ja, dit is natuurlijk iets wat in die straat ook past, want daar zit ook heel veel gezondheidswaardes bij, die je dan eventueel zou mee kunnen nemen met een niet-invasief onderzoek. Hè. Dat doet geen pijn, het is niet gevaarlijk. Het is simpel om te doen. Het kost wel een hoop centen als je heel veel dingen laat analyseren. Maar daarbij is het wel dat je, als je wilt weten hoe je helemaal in elkaar zit en allerlei zaken echt geweldig vindt, dan is €1000 voor een test of €1000 voor een nieuwe set wielen. Ja. Dat is een keuze die je maakt. Ja, volgens mij komen we dan wel langzaam aan de conclusie van onze hoofdvraag van deze aflevering. Die was, je genprofiel laten testen, zinvol of onzin? En dan houden we toch specifiek ook even de algemene amateursporter in gedachten. Dan is volgens mij de conclusie, super interessante ontwikkelingen, moeten we in de gaten houden. We moeten nog eens even bij je inchecken wat er bij jou allemaal uitgekomen is, wat je gedaan hebt. Maar op dit moment, als algemeen, nog vrij onzin, toch? Onzin. Nou ja, in die zin dat je, kijk, als jij dat doet en je krijgt daar een uitslag van, je moet weten wat je ermee kunt. Wat je ermee kunt doen. Hè? Dus als ik het, ik wil dat gaan doen en ik wil dan weten wat ik ermee met al die uitslagen kan doen, net als data die ik krijg, dan moet ik ook weten hoe dat werkt en hoe ik die kan lezen en analyseren. Dat heb ik hier ook mee. En als je dat niet weet en je kijkt alleen maar een beetje naar rood, groen, geel, dan denk ik, heeft het niet zoveel zin, dan is het, ik weet dat het, dat ik dit heb. En kunnen we dat nog veralgemeniseren, dat we eigenlijk op dit moment waar we staan met de wetenschap nog niet zo heel goed weten wat we ermee moeten? Ik zie Jurgen instemmend knikken. We weten niet precies wat we meten, omdat we van heel veel genen ook niet weten van, wat doen die dan precies op explosiviteit of op uitgangsvermogen? Er zijn maar weinig genen van bekend waarvan ze echt wel al redelijk veel weten van, dit hebben we gezien bij echte topatleten, die hebben dit allemaal. Ja. Dus het is bijna 100% zeker dat dit echt een grote rol speelt. Als je het niet hebt, dan wordt het wel heel moeilijk om de top te bereiken. Ja. Nee, en inderdaad, wat moet je als iets rood is, omdat jij bijvoorbeeld een gen wat codeert voor een bepaald enzym,
Ja. Ja, moet je voor opname van voeding of iets, ja, ga je daar dan meteen denken, oh, ik moet dat voedingsmiddel maar niet meer nemen. Ik weet niet, misschien. Kortom, conclusie. Onzin klinkt misschien wat sterk uitgedrukt. Maar we gaan hem zeker nog niet zinvol verklaren. Zeker niet. Nu nog niet. Weet je, er zijn nog te veel mitsen en maren. Ja. En zelfs ik neem niet altijd alles zomaar aan. Ook al weet ik best wel veel ervan, denk ik. Maar ik moet nog meer ervan weten. En als ik op een gegeven moment meer ervan weet, kom ik er wel mee terug. En dan kan ik wel meer zeggen of het... of ik ermee doorga en dat ik het zinvol vind. Leuk. We hebben een cliffhanger. Daar hou je aan. En dan moeten we natuurlijk onze luisteraars even oproepen. Dat we willen weten, als jij nog vragen hebt over genprofielen, gentesten, wat je mee kan en doet. Zoek ons op social media. @slimmerpodcast op Instagram en Twitter. Daar vind je van iedere post ook van iedere aflevering een post die je ook weer door kan delen. Zodat meer mensen weten dat we het hier nog vaker over gaan hebben. En terug kunnen luisteren wat onze volgende stap wordt op dit onderwerp. Dat kun je ook doen via onze website www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen pagina waar je kunt reageren en een link die je kan doorsturen naar al je vrienden en clubgenoten en familie en weet ik het allemaal. Of je kan ons mailen naar post@slimmerpodcast.nl. Tot zover. Guido, bedankt. Yo, tot volgende week. Tot volgende week. Hoi. Hoi.